Europa heeft een ruk naar rechts gemaakt, maar de middenpartijen zijn eigenlijk stabiel gebleven na de Europese verkiezingen. Ik praat over alle uitslagen met onze correspondent Alexander Bakker. Alexander, vanuit Brussel, is die ruk naar rechts nou minder groot dan werd gedacht? Nou, misschien op uiterst rechts, maar ook daar is wind. Want wat we eigenlijk zien is dat de ChristenDemocraten als vanouds weer de grootste zijn geworden. Met vanuit Nederland natuurlijk het CDA. Maar ze zijn ook gegroeid. En dat betekent dus dat ze in de coalitie die er was van de afgelopen 5 jaar... van sociaaldemocraten, liberalen en christendemocraten... dus een nog groter aandeel hebben. Want alles rechts van hun is gegroeid en alles links van hun heeft zetels moeten inleveren. Ja, die zei het net al, hè? Die radicaal-rechtse partijen, zoals we ze nu noemen, die zijn gegroeid. Gaan die nu een grotere rol spelen? Nou, dat is het grote spel waar we de komende weken hier naar gaan kijken. Want in principe is het zo dat de christendemocraten, liberalen en sociaaldemocraten een meerderheid hebben. Ze hebben de afgelopen 5 jaar dus die coalitie gehad. En vannacht hoorde je in Brussel al van ja, wij willen graag doorbouwen met die coalitie. Nu is het zo dat die drie partijen samen niet echt een hele ruime meerderheid hebben. De afgelopen jaren werd er dus geleund op de Groenen. En de vraag is nu of ze bij bepaalde thema's op rechts gaan leunen. En dan specifiek op de fractie ECR. Dat zijn de conservatieve hervormers. Daar zit vanuit Nederland de SGP in. Maar die club is vooral belangrijk omdat de partij van Giorgia Meloni daarin zit. De Italiaanse premier. En naar haar wordt ook volop gekeken hoe groot haar macht straks gaat worden na deze verkiezingsuitslag. En of von der Leyen, het boegbeeld van de ChristenDemocraten, ook naar haar gaat kijken voor samenwerking. Ja, want je hebt nog een andere rechterflank, maar die sluiten dan onderlinge samenwerking weer uit, hè? Want het gaat de ene club weer niet radicaal genoeg, zeg maar. Nou ja, er is ook nog niet helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren. Zeg maar rechts van de ChristenDemocraten zitten twee fracties. Die ECR die ik net al noemde. Maar ook nog de ID-fractie met vanuit Nederland de PVV. Er zijn plannen om die twee rechtse fracties te fuseren. Dan zouden ze in één klap heel erg groot worden. Zelfs misschien wel zo groot dat ze de sociaaldemocraten van de tweede plek afstoten. Maar inderdaad, niet iedereen wil met elkaar samenwerken. Stel je voor dat bijvoorbeeld de Hongaarse partij Fidesz van premier Viktor Orbán daarbij komt. Ja, dan zijn er zo weer een handjevol partijen die zeggen ja, met hun willen we absoluut niet samenwerken. Dan gaan wij bijvoorbeeld naar de ChristenDemocraten of Liberalen toe. Dus er komt echt nog een stoelendans hier de komende weken. Die ga jij voor ons in de gaten houden. Even Nederland. PVV door al die restzetel herertelling, die verliest toch een zetel. Dat is 6 zetels. Toch een zeteltje minder voor Geert Wilders. Ja, dat is de magie van de exit poll en de echte uitslag. Er zat inderdaad een zetel die nog een beetje in de lucht hing. Voor Wilders is het nog steeds een hele goede uitslag. Hij heeft nog nooit zoveel zetels in het Europese parlement gehaald. Maar het is natuurlijk wel minder hoog dan verwacht. En natuurlijk ook wel het bijzondere is dat een zeer eurokritische partij een zetel eigenlijk verliest aan Volt. Wat natuurlijk een ander uiterste is. Ja, Frankrijk, daar wordt veel over gesproken. Grote overwinning voor de partij van Marine Le Pen. En Macron heeft meteen nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Dan is er wel een kleine instinker dat mensen dan ook denken dat Macron vertrekt. Maar die zitten gewoon tot 2027, begrijp ik. Ja, Frankrijk kent natuurlijk presidentsverkiezingen en parlementsverkiezingen. Daar zit een verschil in. Het wordt wel echt al uitgelegd als een gok. Want Macron heeft natuurlijk ook wel steun nodig in dat parlement. En dan gokt er blijkbaar op dat de partij van Le Pen daar niet zo goed gaat doen als nu bij de Europese verkiezingen. Dat is uiteindelijk aan de kiezer. Ik kom ook regelmatig in Frankrijk. Al is het alleen maar vanwege het verhuiscircus van het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg. En je hoort daar, zeker op het platteland, dat mensen echt wel gehad hebben met president Macron. Dus ik ben benieuwd hoe dat daar gaat verlopen. Ja, en in Duitsland, laten we die er ook nog even uitpikken, daar zie je echt een ouderwetse verdeling tussen Oost- en West-Duitsland.
Ja, dat klopt. In Oost-Duitsland heeft de radicaal-rechtse partij AfD het heel erg goed gedaan. Ondanks alle schandalen, want de afgelopen weken zijn ze om allerlei redenen in het nieuws geweest. Van bizarre SS-uitspraken tot Chinese spionage en Russische inmenging. Maar desondanks hebben ze het goed gedaan in de van oudsher wat armere gebieden dus in Duitsland. En in West-Duitsland, daar zie je dat het CDU weer terug is. Zeg maar het Duitse CDA. Ooit natuurlijk aan de macht met Merkel. Daarna hebben ze het stokje moeten overdragen aan de Sociaaldemocraten. Maar ze zijn weer terug. En nog opvallend, met name in de welvarende steden. Ja, daar zijn de groenen nog steeds het grootst. Dus je ziet ook echt een verschil tussen stad en platteland. Ja, mogen we het een beetje samenvatten, Alexander, als we alles bij elkaar vegen, dat de groene koers van de EU misschien wat gaat afgeremd worden en de wat meer nadruk komt op de immigratiekoers? Ja, deze uitslag gaat natuurlijk wel iets betekenen voor de koers. Je ziet dat de Europese Commissie, belangrijk om te weten, het is de Europese Commissie die met voorstellen komt. Die zag je eigenlijk afgelopen maanden al wat naar rechts bewegen. Opeens was er daadkracht op het thema migratie. Nou, we hebben het natuurlijk gezien met de boeren. Er werd niet meer over de boeren gesproken, maar met de boeren. Dingen die eerst niet konden opeens heel snel veranderd worden. En ik verwacht dat met name op migratie, maar ook op landbouw, economie, er wat meer focus zal komen. En dat het gedaan is met die stortvloed aan groene voorstellen, zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien, natuurlijk deels onder leiding van Frans Timmermans. We gaan zien hoe het allemaal verder gaat. Jij blijft dat voor ons volgen vanuit Brussel. Alexander Bakker en Straatsburg trouwens. Dankjewel.